gebouw, weer een nieuwe video. Mijn naam is Erik Vervuren en welkom bij de unboxing en eerste indruk van de Canon EOS R5. Ik heb heel lang op dit moment gewacht. Ik had begin 2020 al een pre-order op deze camera geplaatst, ondanks dat ik nog niet alle specificaties wist. Maar we wisten in ieder geval wel zeker dat het een hele bijzondere camera ging worden. Hij zou oorspronkelijk zelfs in april gelanceerd worden, maar ja, er kwam een hele fijne pandemie overheen en dat heeft ervoor gezorgd dat hij dus eind juli op de markt zou komen. Van de week eindelijk een belletje gehad. Hij was in het land en ik kon als een van de eerste van Nederland eindelijk ophalen. Gelijk gedaan natuurlijk en ook gelijk voor jullie deze video gemaakt. Over deze video gesproken, die is volledig gedraaid op een EOS R5. Dit is namelijk de tweede doos, niet voor mezelf helaas, maar deze is van mijn vriendin Lieselotte Fleur. Mochten jullie ons niet volgen op Instagram, de linkjes staan in de beschrijving, dan zie je een beetje wat wij zoal doen. Maar ik wilde heel graag jullie meenemen om te laten zien wat er zoal in die kit zit en jullie ook mijn eerste indruk geven van de R5. Als we met de doos beginnen, dan ja, heb je eigenlijk alleen aan de voorkant de R5 branding, want bovenop zie je alleen de R, hetzelfde als met de EOS R. En als we die open doen, dan zie je altijd als eerste, niet de camera, de handleiding. Die gaan we niet gebruiken. Dan stuit je eigenlijk gelijk op de acculader. Niet heel spannend. I know, we komen zo meteen bij de crème de la crème. Maar er valt genoeg over te zeggen. Want dit is namelijk dezelfde acculader als die je al eventueel bij de EOS R of je 5D4 of je 5D3, nou ja, noem het allemaal. Die je daarbij kreeg is exact dezelfde. En daar ben ik echt wel heel blij mee, in tegenstelling tot bijvoorbeeld andere fabrikanten of net zoiets als met je iPhone. Op het moment dat je een nieuwe koopt, heb je weer een nieuw kabeltje nodig. Dat is nu niet het geval. Er zit wel een nieuwe accu bij de aankoop van je R5. Het is dezelfde dus, als in hij past gewoon in je R5, maar ook eventueel in je 5D4. Hij is alleen net iets anders. Er zit een klein goud labeltje op en hij heeft een iets andere type aanduiding. Maar hier zou iets meer vermogen in moeten zitten, ongeveer 14% ten opzichte van de voorgaande modellen, waardoor je dus langer met je batterij zou moeten doen. En natuurlijk het kabeltje dat bij die lader hoort, maar goed, dat spreekt voor zich. Dan gaan we gelijk door naar de HDMI cable protector en een USB-C snoertje. De R5 heeft een USB-C aansluiting en hiermee kan je bijvoorbeeld even op je computer aansluiten om EOS Utility of zo te gebruiken. Firmware updates kan je het natuurlijk het beste nog via gewoon een geheugenkaartje doen, maar op deze manier kan je de camera aansluiten op je computer. Ook bijvoorbeeld wanneer je zou willen livestreamen. Dan komen we bij de cable protector en dat is voor de HDMI en de USB-C aansluiting om te zorgen dat die kabels natuurlijk niet zomaar uitvliegen. Die heeft maar een enkele schroef in tegenstelling tot die 5D4. Die had twee schroeven, dus hij zit alleen eigenlijk aan de bovenkant vast. Beetje jammer, maar goed, dat terzijde. Over die HDMI aansluiting gesproken, dat is ook een andere ingang dan dat je van de voorgaande camera's bent gewend. Maar daar kom ik zo meteen nog wel op terug op het moment dat we eindelijk de camera tevoorschijn hebben gehaald. Mogen we weer een mooi stuk plastic weghalen. Dan stuiten we vervolgens op de schouderstrap met de bekende R5 branding. Die is nagenoeg hetzelfde natuurlijk als de voorgaande modellen. Alleen deze is ietsje smaller dan dat je weer gewend bent van de 5D4 of die van de EOS R. De 5D4 was breder en die EOS R was ietsje smaller. Nou ja, valt er weinig over te zeggen. Ik had liever natuurlijk de dikte gehad van die schouderband als van de 5D4. Omdat je, nou ja, op het moment dat je een R5 aan het uitrusten bent met een grip en een 70-200, dan wil je gewoon zeker een hele sterke schouderband hebben. Maar ja, vooralsnog zal dit het prima doen. En dan komen we eindelijk bij de crème de la crème, de camera. We kunnen de doos eigenlijk gelijk ook wegzetten, want daar zit niks meer in. Mooi natuurlijk met een zegeltje verzegeld en dan, sorry, ik kan niet tegen dat geluid, sorry. Heel blij om dat ding eindelijk in huis te hebben. Uiterlijksgewijs is er vooral aan de voorkant niet heel veel anders dan dat je gewend was van de EOS R. Hij voelt wel een stuk robuuster aan, je merkt wel echt dat het een sterke body is. Mijn hand valt er al gelukkig ook goed omheen, ondanks dat hier nog geen grip onder zit, die komt pas later. Ik heb hem wel besteld, maar meestal is het zo dat hij pas een maand later komt ten opzichte van de lancering van de camera. Je hebt wel gelijk weer jezelfde aansluiting als bijvoorbeeld bij je 5D4 hier vooraan om eventueel een afstandsbediening aan vast te maken. Maar verder helemaal exact hetzelfde als de EOS R. En op het moment natuurlijk dat je de bodycap eraf haalt, dan zie je weer die mooie gordijn
waardoor je geen stof op de sensor krijgt. In tegenstelling tot andere fabrikanten waarbij je altijd stof op de sensor ziet. Dat hoort Sony. Dan gaan we vervolgens door naar de zijkant. De twee kaartslots waar we om gevraagd hebben, CF Express en SD. CF Express kaarten zijn echt gigantisch duur. Ze zijn ook nog vrij nieuw. Ik verwacht wel dat de komende tijd die prijzen een beetje gaan zakken. Maar dat moet natuurlijk ook wel dat je zulke kaarten moet gebruiken op het moment dat je zulke gigantische grote bestanden wilt gaan wegschrijven. Bijvoorbeeld met de 8K die deze camera kan schieten, moet dat snel genoeg zijn wat betreft de hitte. Ja, I know, daar kom ik later nog wel op terug. SD-kaart ingang, heel erg fijn. Zeker natuurlijk wanneer je alleen gaat fotograferen. Dan kan je prima uit de voeten met die SD-kaartslot. Er is namelijk ook natuurlijk vanwege dat schrijfsnelheid verschil tussen een CF Express en een SD, op het moment dat je op twee kaarten wilt wegschrijven, een onderling verschil. Dus de buffer van de CF Express is bijvoorbeeld hoger dan van die SD. Dus dat kan betekenen op het moment dat je dubbel wilt wegschrijven, dat die eerder gaat vastlopen, omdat de fabrieksopgave bij een enkele kaart is opgegeven. Dus daar even rekening mee houden. Als we doorgaan naar de onderkant, dan heb je daar je batterijingang. Niet heel erg spannend natuurlijk, I know. Maar wat heel fijn is, kijk, je ziet daar een klein goud ingangetje. En dat is juist weer voor die battery grip. Die bij de EOS R zat juist hier aan de onderkant. En dat was heel erg irritant, want dan moest je een of ander rubber stukje weghalen. En nou ja, dat flodderde dan ergens rond. En daardoor kon je een grip op je EOS R aansluiten. En op het moment dat je dan die grip er weer afhaalde, dan moest je zelf maar weer bedenken waar dat rubberen stukje was. Nu zit hij dus gewoon weggewerkt in die accuslot. Dus nou ja, daar ook weer heel erg blij mee. Gaan we vervolgens naar de zijkant. Ik bewaar de achterkant voor het laatste. En wat heel erg fijn is dat de microfoon ingang aan de bovenkant zit. Letterlijk linksbovenin. Misschien hebben jullie mijn Canon EOS R review een maand later gezien. En daarin klaagde ik dat die aansluiting, die zit bij de EOS R lager. Waardoor je op het moment dat je het schermpje gebruikt en gaat kantelen, dan tik je er heel te tegenaan. Of je moest hem weer omwentelen onderdoor en dan kon je maar tot een bepaalde hoek zo gebruiken. Nou ja, dat is dus bij de R5 niet het geval. Ik heb hem hier ook al bij getest. Op het moment dat je hier een microfoon bovenop hebt, dan kan je dus gewoon het schermpje volledig gebruiken op elke mogelijke manier. En dat gaat natuurlijk heel erg helpen op het moment dat je eventueel jezelf zou willen gaan filmen. Dan blokkeert de aansluiting van de microfoon niet je beeldscherm, waardoor je maar de helft ziet. En kan je ook nog steeds gewoon dus het schermpje 100% gebruiken. Dus heel blij dat het op deze camera anders is dan bij de EOS R. Daaronder zit dan gelijk de koptelefoon aansluiting. Het kan zijn, afhankelijk van je koptelefoon draadje, dat die eventueel wel net tegen een schermpje aankomt. Het liefste zou je een 90 graden aansluiting gebruiken, waardoor die nog steeds 100% er langs gaat. Wederom, hou er even rekening mee. Daaronder heb je je flitsingang of je flitssync, in hoeverre dat mensen nog gebruiken. Ik denk het haast niet. En daarnaast dus de nieuwe USB-C en micro HDMI. Ja, micro HDMI. Je hebt nog gigantisch veel ruimte hierover. Vraag me niet waarom er dan in één keer een micro zit, want naar mijn idee zit hier nog ruimte om een volledige HDMI-ingang te maken. Dat maakt hem wel naar mijn idee een beetje gevoelig. Dus daar moet je heel erg mee op letten op het moment dat je een externe monitor gaat gebruiken of een externe recorder, dat dit er niet zomaar uitvloept, ondanks natuurlijk je cable protector. Maar ja, daar ben ik iets minder blij op. Maar goed, we gaan zien hoe dat op de lange termijn zichzelf gaat uitbetalen. Dan vervolgens bovenop de aan- en uitknop. Die is hetzelfde als op de EOS R, met het enige verschil dat ze hebben een hele kleine uitstulping gemaakt op dat ronde knopje, waardoor je hem heel makkelijk te pakken krijgt en dus makkelijk aan en uit kan zetten. Daarnaast zit de interne microfoon. Niet gebruiken alsjeblieft, jongens. En voor de rest, de knoppen hierbovenop, die zijn exact hetzelfde ook als aan de EOS R. Klein LCD-schermpje. Bij de R6 is dat weer een draaiknop. En daarnaast op de R5 zit je mode dial, waardoor je bijvoorbeeld kan switchen tussen foto en video, je opnameknop en je afdrukknop. Wat heel fijn is, dat heb ik nu al gemerkt, is dat je dus nu drie draaiknoppen hebt bovenop. En daar doe je normaal je sluitertijd mee als die op de fabrieksopgave staat. Achterop heb je nu dus een wieltje zitten, in tegenstelling tot die EOS R. Daar zat een gek drukknopje en een kleiner ook. En nu heb je eigenlijk een soort van dezelfde draaischijf als op die 5D4. Hij is wel kleiner dan die op de 5D4, maar alsnog ben ik heel blij dat er gewoon echt een klein draaischijfje zit, waardoor je bijvoorbeeld je diafragma kan aanpassen. Maar nu komt het, in combinatie met juist die mode-knop die je ook kan draaien, heb je dus drie knoppen waarop je kan draaien als je bijvoorbeeld zegt sluitertijd, diafragma
en hier je ISO. En daarmee kan je natuurlijk reetensnel op locatie al je instellingen wijzigen. In plaats van, normaal gesproken, ging je... Oh ja, moest je even een knopje indrukken en dan keek je op een schermpje. En dan, oh ja, ik wil ISO 400. Ja, dat kostte tijd. En nu, omdat je dus drie knoppen hebt op de meest gunstige plek voor je vinger en je duim, kan je heel snel je settings wijzigen. Dus daar ga ik denk ik wel heel erg veel profijt van hebben. Als we doorgaan naar de achterkant, dan zit daar vervolgens ook een joystick. Wederom, bij die ALSR zat er een of andere gek swipebalkje. Echt heel blij dat die hier niet op zit. Gewoon net zoals op de 5D4 een echte joystick. En daarnaast de EF On knop. Die zat bij de 5D4 meer naar rechts. Die kon je bijvoorbeeld inprogrammeren om te zorgen dat je een andere compositie kon maken tijdens het scherpstellen. Dus je wilde eerst op het oog scherpstellen van je model. Dat deed je met de AF On knop ingedrukt houden. Daarna kon je een andere compositie maken en dan pas afdrukken, omdat je bij een spiegelreflex natuurlijk met minder focuspunten zat. De inkeping die bij de EOS R juist weer aan de bovenkant zat om het schermpje eruit te halen, is nu verplaatst naar de onderkant, waardoor je veel makkelijker dus nu dat schermpje zo eruit kan halen. En echt heel fijn schermpje. Je voelt wel echt dat hier heel veel kracht achter zit. En ja, je vertrouwt wel dat dit een lang leven meegaat, omdat het in één keer een stuk robuuster gaat dan wat je gewend bent eigenlijk van de iets goedkopere modellen. Ook bij de EOS R, op het moment dat je dit draait, dan voelt het toch een klein beetje flimsy. En nu voelt het wel echt heel erg strak. En ik denk niet dat dat in de nieuwigheid zit. Dat het echt gewoon, als je ook ziet wat voor aansluiting daar zit, een stuk beter gemonteerd is. Verder qua knoppen valt er niet heel veel anders meer over te zeggen. Gewoon je info-knop en je Q-knop en je play en je trash button. Hier heb je linksbovenin je menu-knop. Hetzelfde als bij de EOS R. Het enige wat hier nog bij zit is je rate-knop, waardoor je eventueel een waardering kan geven aan je foto's, die tevens in videomodus ook je microfoon-knop is. Als we dan gelijk even de camera aanzetten en het menu induiken, dan zal je zien dat het typisch Canon is. Helemaal overzichtelijk, exact wat je hetzelfde weet van de voorgaande modellen. Het enige verschil natuurlijk, dat er zijn wat functies bijgekomen. Als we starten in de movie modus, dan kan je de opnamekwaliteit selecteren op een hele makkelijke, gunstige manier. Omdat er een nieuw overzichtsmenuutje is gemaakt, dat je kan zeggen van oké, ik wil 8K of ik wil 4K, Full HD. Je mag eerst zelf de resolutie bepalen, dan bepaal je de framerate en vervolgens kan je zelf nog de codec bepalen. Dus bijvoorbeeld IPB of AI. In mijn geval, deze video, schiet ik alles in 4K Ultra HD 25 frames per seconde in AI op de SD-kaart. En die had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik had verwacht dat je die instelling per definitie altijd op de CF Express zou moeten wegschrijven. Dus het feit dat je die instelling ook al kan gebruiken op een snel genoeg SD-kaart, en deze talking heads die kunnen zomaar een kwartier, 20 minuten duren, heeft hij nog steeds geen error gegeven dat hij die data niet weggeschreven krijgt. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En nee, hij is nog steeds niet oververhit. Nou ja, die high frame rate natuurlijk instelling, waardoor je 120 frames per seconde met behoud van je autofocus slow motion kan schieten. Je kan nu dus ook 10 bit intern opnemen op alle mogelijke frame rates. Ja, heel blij dat dat er ook eindelijk op zit. En natuurlijk die interne stabilisatie in combinatie met een RF lens zal dat helemaal geweldig zijn. Ook tijdens het fotograferen. Dus niet alleen tijdens filmen, maar ook tijdens het fotograferen kan je natuurlijk veel betere foto's maken vanwege die stabilisatie. En dat gaat mij heel erg helpen op het moment dat ik bijvoorbeeld autofotografie doe en weer uit de kofferbak hang en een lage sluittijd gebruik om juist veel beweging in de foto te krijgen. Verwacht ik dat ik meer foto's scherp krijg dan dat ik dat met mijn 5D4 had. Ja, dan tot slot de oververhittingproblemen. Ik heb ze ook gelezen en in eerste instantie waren ze inderdaad een beetje zorgwekkend. Maar ik heb wel heel erg vertrouwen gehad altijd in het merk dat het wel gewoon goed zou komen. En het ligt natuurlijk ook heel erg aan je eigen verwachtingen. Als jij denkt dat je voor om en bij de 4400 euro aan mijn hoofd een camera denkt te kopen die 8K RAW met nul beperkingen kan kopen, ja, dan ligt het eerder aan je eigen verwachtingen. Want dat had ik van tevoren zelf al überhaupt geroepen op eerdere video's. Een full frame camera 8K RAW schieten, dat genereert gewoon gigantische hitte. Daarom zijn alle Reds en alle Canon cinema camera's juist zo gebouwd, zodat er fennetjes in zitten en uitgangen waardoor al die hitte weggeblazen kan worden. Mijn C200 die kan ook 4K RAW filmen. En omdat het een cinema camera is en waarschijnlijk dus hebben ze ooit gezegd omdat hij dus hitte genereert vanwege die RAW, zitten zowel aan de rechterzijkant als aan de linkerkant
echt wat ventilatieroosters, waardoor die op het moment dat hij niet aan het draaien is, is hij echt enorm veel aan het koelen. En dat is dus niet het geval bij die R5. Dus dan ga je bijna vragen, hoe kan je nou in hemelsnaam 8K RAW wegschrijven over een interne CF Express kaart, zonder dat daar enige vorm van koeling of ventilatie. Heel vervelend dat er zoveel slecht nieuws omheen is gekomen. Sterker nog, er zijn inmiddels al testen bekend waardoor de Sony A7S III sneller oververhit dan de R5. Die hoorde je eerlijk gezegd denk ik nog niet. Ik heb hem pas ook net gezien. Ik zal een linkje naar die testen even in de beschrijving zetten. Maar laten we wel wezen jongens, het is een soort van camerabesje. Het zijn twee totaal verschillende camera's ook. En wat ik zeg, ik ga heel veel fotograferen en heel veel filmen met die camera. Ja, als je interviews van 20 minuten plus gaat doen, dan moet je ook liever naar een andere type camera kijken. Liefst natuurlijk naar een cinema camera. En of dat nou een Blackmagic of een Canon of een wat dan ook is, ga dan ook echt naar zo'n serieuze camera. Voor mijn werkgebied bestaat het met video voornamelijk altijd uit korte opnames. Dus misschien een opname van 2 minuten, dan al niet met een presentator, maar die teksten zijn in één keer niet langer dan 2-3 minuten. Dan weer wat korter, dan weer wat langer. Dus het zijn de hele tijd korte intervalopnames. En dan is de kwaliteit die deze camera mij kan geven, met de beperkingen die heeft, alsnog meer dan voldoende. En daarom, wederom in combinatie met die fotografie en die hoge megapixel count, meer dan voldoende. Dus ik twijfel niet aan dat ik hier heel veel plezier aan ga beleven. Ik wil nog veel meer video's voor jullie mee gaan maken. Het eerste wat er volgens mij aangekomen, als de planning helemaal goed loopt, is een Animal Eye AF test. Ik heb natuurlijk al een eerdere video gemaakt met de Sony A9, met onze hond Fino. Aangezien deze camera nu ook Animal Eye AF heeft, leek het me leuk om die als eerste voor jullie te gaan maken. Mochten er nog andere testen zijn die ik voor jullie moet doen met deze camera, laat het dan even weten in de reacties. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!